Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl Op de satellietfoto lijkt het vrij onbewolkt in het midden en zuiden, maar er hangt overal laag hangende bewolking. Dus op de meeste plaatsen begint de dag bewolkt. In de loop van de ochtend breekt in het noorden af en toe de zon door, daar is de bewolking het dunst. Temperaturen zijn zeker niet laag te noemen. In het noorden wordt het vanochtend al 6 graden, elders is het tegen de 10 graden en vanmiddag wordt het 11 tot 13 graden. De meeste zonneschijn dan in het noorden, stralend zon nog niet helemaal, er blijven wel een paar wolken, maar de zon kan daar behoorlijk schijnen. Verder vrijwel droge omstandigheden, hooguit heel lokaal een spatje. Vanavond ook droog weer. De wind draait dan van noordoost naar oost en in de loop van de nacht draait hij naar het zuiden en met name in het noordoosten kan het dan weer koud worden. Morgen overdag zien we de bewolking deels oplossen, breekt dus vaker de zon door dan vandaag, heel misschien wel in het noorden een enkel licht buitje, voor 11 tot 14 graden. Donderdag en vrijdag gaat de temperatuur verder omhoog. Dan wordt het bijna overal 14 of 15 graden. En de wind waait dan uit het zuidwesten tot westen. Zaterdag, ook droog weer, dan gaat de temperatuur misschien weer een graadje naar beneden. Al met al heel rustig weer de komende tijd. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl